heb ik beef met mijn moeder. Het blijft mama. Uiteindelijk is het toch wel gelijk. Ik geef haar een knuffel, kus, ook al ben ik boos. Tuurlijk, ik heb er maar één. Ja. Ja, I'm getting old, she's getting old. Dus weet je, ik koester het moment. Produced by Is Tupac inspirator voor jou? Ja, ik luister wel met aandacht naar zijn teksten, want er zit wel een boodschap in en het is niet een slechte boodschap, het is een levensles. Voor jezelf. Tupac is een inspiratiebron voor heel veel. En deze jongeren zijn tussen de 18 en de oudste is 30. Dus ze kennen Tupac wel, ze kennen zijn muziek wel. Maar zijn filosofie, dus de manier hoe hij denkt over bepaalde onderwerpen zoals school, daar wisten ze niet vanaf. Maar wat grappig is, ze hebben wel dezelfde ideeën, alleen ze zijn niet zo mondig als Tupac. Dus eigenlijk zijn er allemaal kleine toepakjes in de klas die allemaal een bepaald streven hebben ergens naartoe willen gaan. Zoals jullie zien, ik kan niet zoveel tekenen. Ik heb hier een tekening van iemand met een wapen die mikt op een andere en de andere geeft een bloemetje terug. Als wij voor elkaar opkomen, dan kan geen enkel kwaad kan ons dan kwaad doen. Maar het is juist omdat we stil zijn dat er kwaad wordt gedaan. Ja, ik had bij Yin Yang had ik dan no racism, but traveling. Ik wil de wereld verkennen, ik wil gewoon zien waar we zijn geboren en ja, cultuur. Geld kan mensen veranderen. Je moet niet mensen gaan beoordelen om hun buiten, want het gaat meer om hoe die persoon van binnen is, weet je. Je kan fucking veel geld hebben, maar een klootzak van binnen zijn, snap je? Maar je kan ook niks hebben en de beste persoon van de hele wereld zijn. Het gaat tenslotte niet om geld. En ik ben achtergekomen dat ik liever iets doe wat echt helpt. Ja. En waar ik mezelf ook beter van ga voelen. Dus ik ga eind oktober naar Afrika toe en dan ga ik helpen. Vet. Waar ga je heen naar Afrika? Naar Oeganda ga ik toe. Ik ga daar Engels geven en sporten. Tof man. Ja, yes. Dus dat lijkt me leuk. Believe, faith, pray. Want ik ga zelf door een moeilijke tijd nu. En ik vind dat ik moet blijven geloven, ook in mezelf. En ik moet sowieso bidden. Harmony, ja, prestaties presteren, love. En de music, die haalt mij sowieso erheen. En ik heb knowledge opgeschreven, knowledge is power. En die power heb ik nu ook zeker nodig. Wat wij met deze lessen proberen te doen, is elkaar bewust maken van sommige situaties. Dus hoe je met bijvoorbeeld vrouwen moet gaan, wat Paak heel erg had bij Keep Your Head Up en Dear Mama. En Never Call Your Bitch Again. Weet je, dat hij bezig is met het uitleggen hoe je vrouw moet benaderen. Weet je wel, dat we die kennis kunnen delen. Dat is belangrijk, dat wil ik delen met jongeren. Ja, mijn moeder is een vrouw. En jij hoort vrouwen te respecteren, want dat meisje wordt op de dag ook een moeder. Hmm. En die krijgt ook kinderen, snap je? En daarom zeggen ze ook niet niks van hoe ouder je wordt, hoe wijzer. Want dat, ja, je ziet vrouwen als een lesobject. Wanneer je op die leeftijd bent. En op een gegeven moment dan gaat je denkwijze veranderen. Dan ga je wat moeten denken van ja, het is een vrouw en een vrouw die doet dit en dat, snap je? Geloof, respect en vrijheid. Best veel. Vind ik wel. 1 op de 4. Gewoon de manier hoe hij praat over vrouwen, van dat je respect moet hebben, dat vond ik wel gewoon iets wat heel veel jongeren missen. Jongens ook.
de groep is geïnteresseerd in onderwerpen als criminaliteit, apartheid, seksualiteit, drugs. Dat zijn allemaal onderwerpen die alle individuen in deze groep gewoon interessant vinden. Daardoor ontstaat wel een soort van eenheid. En dat is wel heel vet om te zien. Eerst was het grappig, dat is per like. En toen was het leuk, ik heb het al gezien. En nu het nog doorgaat, is het zo van, het houdt zichzelf in stand. Oh, dat is niet zo, kijk. Tata's Be Like, die pagina is... Tata's Be Like, hey, maar wanneer is Tata's Be Like gekomen? Naar Negas Be Like, naar dit Be Like, naar ja, dat Be Like. Okay, hey, ja. maar, ik had Nederlanders in mijn Facebooklijst die helemaal los gingen op Negas Be Like. Maar Tata's Be Like vonden ze niet leuk. Is dat geen discriminatie? Is dat toch geen discriminatie? Dat is discrimineren. Dat is discrimineren. Over Negas Be Like, hij lachen. Maar wordt Tata's Be Like gezet, dan word je boos. Kijk, ik heb heel veel gelachen. Kijk, wacht. Ik heb heel veel gelachen om Tata's Be Like. Maar ik heb zelfs met die dame daar zelfs een plaatje gemaakt over Turken Be Like. Weet je? Zelfspot. Het is logisch om mee te gaan en je zo opgejaagd voelen en dan van ja, Nederlanders hebben dat. Mm-hmm. En toen bepaalde Nederlandse boys met hip-hop gingen fokken, zeg maar. Mm-hmm. Dus terug. Dat was vroeger helemaal niet zo gebruikelijk. We waren helemaal geen blank bezig in rap ofzo. Dat was gewoon niet aan de hand. Het was altijd de voorvechter van het slaat nergens op. Als boys er goed in zijn, zijn ze er goed in. Ja. Ja, ik was nooit down met van die te heftige black power dingen. Omdat ik vroeger al aanvoerde van dat heeft niks met de harmonie te maken. Nee. En dan was ik in plaats van een rapper dan misschien toch meer een muzikant. Ik wil harmonie. Als zij aansluit, heb ik geen zin om zo te maken. Want dat voelt niet ritmisch voor mij. Dit moet ik maar zo doen. Zodat het een rondere cirkel is. Mm-hmm. Dat elkaar energie voegt die stoel aan de cirkel. Dat zijn al kleine dingen. Mm-hmm. Bilal, ik wil iets vertalen. Want ik denk, weet je, het is, als jij zegt ik ben hierop tegen, is dat superkrachtig. En wees dat, voel dat, blijf erbij. Dat is wat je vindt, dat is je kracht. Maar als jij wat wil bereiken, zou alleen maar je eigen drive. Het zou mooi zijn als je naast die kaart, die je echt niet moet verliezen, je ogen open kan doen en je omgeving zou zien. En dat je dan een keuze kan maken, oké, wat is harmonie? Prachtig. Wat om gaat is, op het moment dat jij gaat discussiëren, gaat dit gebeuren. Die ogen gaan open en je houding gaat naar voren. Ja, maar Saskia, ik zie precies hetzelfde bij jou nu. Ik ga hem nu echt even verdedigen. Ja, ik zie precies hetzelfde bij jou. Dus wat eigenlijk is gewoon dat die tuba, die viool, die basgitaar, eigenlijk spreken ze dezelfde taal, alleen één speelt funk, ander speelt jazz. Wat er moet gebeuren is dat je het in één pot stopt en dat het gewoon met elkaar gaat spelen. Ja. En het enige, kijk, nu is het dus ook leuk, eigenlijk dit functioneert gewoon leuk. Snap je wel? Dit is gewoon leuk. Het onderwijs moet zijn dat je echt klaar wordt gemaakt voor het leven. Outlaw for life, double G, BLS, unorthodox, what up, yeah, Greek gospel, Machiavelli apostle, you gotta push to the future, leave the past behind you, keep shining in the dark, the light will find you, have faith, homie, God will guide you, keep soaking up game, me and mine provide you, think militant, Miller came up with the game, young and wild, a child, no longer innocent. Double G, Greek gospel, ghetto gospel, we Machiavelli apostle. Yeah. De aarde is beter voor de mens. It's all about hope, strictly handling your biz. Breaking down the struggle till that phantom disappears. Redemption is the rear view mirror, set records clear. Get this message here, I cannot stick to my guns if I'm stepping in with fear. Went from K-Fear to the top of the hill. You can follow my trail, but if your engine is running on hate, y'all won't prevail, cause God put a seal of love on the truth. That's why I'm kind-hearted, yet keep a thug in the booth. Take a walk in my shoes. No, I'm not gonna lose. Take a walk in my shoes. Ze willen het niet zien en je laat het beloven. De geschiedenis is echt niet gelogen. Oorlog is wat we verzonnen hebben. Het is nooit gestopt waar het ooit is begonnen. Y'all gon' have to get used to this. Rap music drums of ruthlessness. Probably one of the main reasons I wanted to do this shit. Ja, wat heb je? Die man uit afstand toch? Ja, maar net zo gesprek.
vader ben. Ben ik niet te slecht, want dat komt door hoe ik opgegroeid ben. Verschillende dingen die hebben me gemaakt tot wie ik ben. Je kan niet spelen, man. Ja, Mirko. Ja, Mirko. I might as well sort of just stick to the guns that were given to me. For the time being, to quit the drugs, to keep my mind free. Your mind free to find it, you mean to be a human being. And you would agree if you could only see what I'm seeing. Everything relates to the same schizophrenia. You wait up with the haste to hear this picture I made, yo. So what I think twice. Cause no one loves him. He's got a good heart, you can trust him. But he is hurt too many times by his beloved ones. Still he's showing courage. He fights the drama cause he's got a purpose. The dirt is all over his skin. He ain't a loser, all he can think about is win. Weet je wat grappig is? Toen ik de studio inging met de Outlaws en Blessing en Orthodox, had ik nooit gedacht dat ik een paar jaar later een lesplan zou maken gebaseerd op dat nummer, Machiavelli Apostles. Dus dat is wel super vet dat je met je muziek kan een beetje vervormen en dat het uiteindelijk in de les terechtkomt en dat het gewoon een lesplan is. Dus materiaal voor jongeren. Het is bizar wat muziek kan doen, weet je. Het is wel een manier om jongeren te bereiken. Ik had geen inspiratie meer op school. Ik vond het gewoon niks meer aan en ik had het geld nodig om te overleven, snap je? Je moet keuzes gaan maken. En waarom zit je nu wel weer op school? Omdat ik het papiertje nodig heb en sommige mensen die ik dierbaar heb moeten teleurstellen. Dus onder andere ook jou. Ja. Je staat niet op camera, maar dat is niet de bedoeling. Believe in your prophecy, follow your state of mind, be what you gotta be. Poetry is holy, so be free to speak, homie. Come on, word is all I got, and last day God told me he will save his spot, yeah. So when I get there, the first thing I will do is make a mixtape and take docs with me too. Let the beat knock down the street, down the block. It's the life that we live, and the wheels don't stop. Lord, I've been so blessed, but I still feel stressed. Outlaw in the flesh till there's nothing else left. So I let the beat knock down the street, down the block. It's the life that we live, and the wheels don't stop. Lord, I've been so blessed, but I still feel stressed. Outlaw in the flesh till there's nothing else left.